Als deze video 24 uur 11.000 duimpjes omhoog had, betekent iets onwerkelijks. Het is echt niet normaal. Morgen komt er dan een nieuw filmpje. Dat is het. 24 uur. Dus like eventjes. Gooi het duimpje even in de lucht. En klik erop. Want dan is er morgen weer een nieuwe video. Heel erg leuk. Ik heb ook een gast vandaag. Maar die zie je straks pas. Zoals jullie weten zijn het al deze dagen Kelvin. En dat betekent dat ik prijzen weggeef aan jullie. En vandaag is het weer tijd voor een grandioze prijs. Jullie hebben het ongetwijfeld nog niet gezien. Want dat is onmogelijk. Het is een gouden brief. De gouden brief is eigenlijk een beetje zinloos vandaag, want er staat niks op. Want ik heb dit in mijn hand, namelijk het is 100 euro aan Daily Paper kleren. Daily Paper kleren, gratis en voor niks. Speciaal voor jou, 100 euro. Lekker voor de zomer, kleertjes halen, helemaal gratis. Niet normaal. Kom net Linda de Mol. Het enige wat je hoeft te doen om kans te maken op die prijs is om een reactie achter te laten en geabonneerd te zijn op mijn kanaal. En dan maak ik morgen de winnaar bekend op mijn Instagram story. Dat is Calvin, daar ben ik. Dus dan, daar maak ik het bekend. Ik laat mijn stickers vallen. En de stickers krijg je er ook bij. Het is tijd voor de gast van vandaag, dames en heren. Jongens, meisjes, ik maak een video samen met Youssef. Nog steeds wat beter. Geen beter, voor geen meter. Pak wel Daily Paper. Daily Paper, dat is wat ik pak. SNL Bas, man. Lekker bezig, Bas! Hé, stel jezelf even voor. Wie is het? Ben Youssef. Het hoeft niet per se, hè? Nee, dan wil ik niet. Nee? Hij heeft ervoor gekozen om zich niet voor te stellen. Dit is Habiba. Ik voel me altijd zo blank als ik zeg maar met kleurlingen. Mag je een kleurling noemen? Nee, dat is een beetje raar. Je mag mij noemen hoe je wilt noemen. Broeder. Broeder, kijk. Als ik met broeders video's maak, dan voel ik me altijd blank. Heel wit, ja? Voel ik me. Ja, maar je bent ook wel een beetje wit, man. Hey. Beetje wit. Maar dat komt ook een beetje door het licht. Roast of Kelvin. Vandaag heb ik een fantastisch leuk idee bedacht. En daarom heb ik je hier vandaag in huis gehaald. Ik ben zelf in dit huis gekomen. Ja, met een laptop. En 20 kilo koken voor Kelvin. Rustig, rustig. Rustig. Ik heb een video gemaakt op een kanaal waarin ik met een oude man een video ging maken. Ik ging straattaal worden. Bespreken met een oude man. Dat was best wel grappig, want hij wist het zeg maar niet. En toen dacht ik, oké, hoe kan ik hier nog iets meer mee doen? Toen had ik bedacht, wat nou als ik het omdraai? Oud-Hollandse woorden met iemand van de straat. Ik ben van de straat. Dat is het idee. Kan je al een oud-Hollands woord voor je halen? Oud-Hollands woord? Geniepig. Is dat oud-Hollands? Weet ik niet. Ik zeg maar wat. Ken je een beetje wat geniepig is? Ja, een beetje stiekem. Een beetje sluw. Oké. Maar ik ben wel heel benieuwd of je dit een beetje... Of ik het onder controle heb. Okay. Ik ben ook heel benieuwd of ik het onder controle heb. Oké, ik mag dan wel eruit zien als een blanke jongen. Ik mag dan wel komen uit Groningen. Jij bent wel super blank. Ik ben wel echt heel kaas. Ja. Maar ik heb wel het gevoel alsof ik kan levelen met mensen van de straat. Ja, maar dat kan je ook best wel. Ja? Ja, man. Nice. Dus daarom vraag ik me af in hoeverre ik echt een typisch oud-Hollander ben. Hoe zeg je straat in het Gronings? Stroot. Stroot. Oké, we gaan beginnen. Ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Je weet wat er op het spel staat, hè? Wat dan? Je maagdelijkheid. Ik dacht een paspoort of zo. Ik dacht ik kan een paspoort winnen hier. Let's go. Het eerste woord. Linkmichel. 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 Ik weet het. Ja? Ja, serieus. Weet je dit niet? Ik zou denken, Linkmichel. Je weet toch, Linkum. Linkmichel. Wat is een Linkmichel? Nee, ik heb ook echt geen flauw idee. Nee? Ik weet echt niet. Klinkt als een scheldwoord. Een Linkmichel. Hé, jij vuile Linkmichel. Zo spraken ze vroeger. Doe maar. Vuile Linkmichel. Ik denk dat je het wel bij het juiste eind hebt. Ik denk dat het inderdaad een scheldwoord is. Ik ga ook voor scheldwoord. Ik denk dat het scheldwoord betekent als vuilak. Vuilak. Sluw persoon. Geniepig. Geniepige Linkmichel. Smoddermuilen. Smoddermuilen. Het lastige aan deze video is dat niemand van mijn kijkers kan zich ook hierna relaten. Bij die straattaalvideo ging de helft zo van, yo, die opa weet niet wat barkie betekent. Maar niemand weet wat smoddermuilen is. Alleen mensen van 60 als ze dit kijken. Ja. Hallo, smoddermuilen. Smoddermuilen. Dat je iemand zit aan te kijken of zo, aan te staren. Ik denk iets met praten, hoor. Ja? Ja, muil, hè. Praat, ja, ja, meer van iets met gewoon bullshit zeggen. Oh. Jij loopt te smoddermuilen, ja. Ja, echt. Zoiets. Wat loop je te lullen? Je bent gewoon raar aan het praten. Ik denk dat dat wel beter past dan iemand aankijken. Oké. Zoenen. Hoe ging dat dan vroeger van? Ja. Mijn lieve dame, zullen we samen smoddermuilen? Oh. Dat klinkt toch niet? Smoddermuilen. Natgierig. Gierig. Natgierig. I'm not gierig. I'm not gierig. Wanneer je iemand vraagt om drinken en diegene is te gierig om te geven. Ja, dat is zoiets. Zo van natgierig. Ik denk dat het iets is van dat je geen paraplu wil weggeven. Dat je gewoon als iemand je paraplu niet wil geven, dat je dan zegt, joh, jij bent echt natgierig. Maar dan wil je dus wel dat hij nat wordt. Ik heb het nog niet zo ver nagedacht. Ik dacht, ik maak gewoon een leuke grap. Maar hij klopt volgens mij niet. Ik denk inderdaad dat het niks te maken heeft met gierig. Waarom zou alles het woord gierig erin staan? Je hebt het wel goed.
ook, denk ik hoor. Ja? Zo van als je ook rondjes uitdeelt en zo. Dat je dat niet doet. Iedereen geeft je drinken en dan jij niet. Dan ben je echt die natgierige duw. Nee, ik denk ook dat dat is. Verlangen naar alcohol. Oh. Ja, maar je zat wel in de... Waarom staat er onder die? Je bent een skere tata. Er staat wel letterlijk. Je bent een skere tata onder. Oh, waarschijnlijk. Nee, hè? Je verlangen naar alcohol. Dus. Hè? Oh, maar ik snap het wel. Dus je bent gierig naar drinken. Ah. Sisyphus arbeid. Wat? Sisyphus arbeid. Sisyphus. Oh, dat is dat ene van. Ik ken het niet. Ik denk dat het gaat over echt hard werken. Hoe zware arbeid. Jij werkt 7 dagen per week, 24 uur per dag. Jij bent echt een Sisyphus arbeider. Denk als een ziekte, man. Denk gelijk aan syphilis. Je weet toch, in die trant ga ik dan denken. Je bent te ziek om te gaan werken of zo. Je hebt die ziekte, je kan niet werken. Of je bent een dokter. Dat kan ook. Stel je voor, een dokter is ziek. Wie belt die dan? Zijn collega. Ja, ik heb dat nooit over nagedacht. Zwaar werk dat duidelijk geen resultaat zal hebben. Wie gebruikt dit? Waarom zou je hier überhaupt een woord voor hebben? Dit is gewoon een hele zin. Ja. Iemand werkt keihard en je zegt van, ah, wat jij verricht, dat is Sisyphus arbeid, man. Zo van wat mensen 5 jaar geleden over ons zeiden toen we met YouTube bezig waren. Ja, je werkt zo hard voor YouTube, dat is Sisyphus arbeid, man. Hey, guess what, mensen? Het was geen Sisyphus arbeid. Je bent wel bets moe, man. Wat? Oh, dat is het volgende woord. We gaan aftellen en gaan we tegelijkertijd zeggen wat we denken dat het betekent. Maar even nadenken. In jezelf. Oké. Okay. Denk je? Ik denk dat ik het wel weet. Oké, okay, ik denk het ook. 3, 2, 1. Op zoek naar het hotel. Ik dacht wel op zoek naar een hotel. Zo van, jij bent echt Bachelor Moon. Dat betekent, jij bent echt op zoek naar een hotel. Maar jij denkt, te moe om te slapen? Ja. Maar dat kan niet. Je bent te moe om naar bed te gaan. Oké. Okay. Terechtwijzing van een vrouw aan haar man, terwijl ze samen in bed liggen. Terechtwijzing van wat? Zo van, dat je met je vrouw in bed ligt en dat ze dan tegen je zegt, Youssef, de manier waarop jij net mijn been streelde, was niet... Juist, denk ik dan. Stam niet, waarom hadden ze vroeger woorden voor gewoon hele zinnen? Ja, het is hetzelfde als dat wij nu een woord zouden bedenken voor dat je een video uploadt en annotaties toevoegt en ads aanzet. Dat je daar dan een woord voor hebt, zo van uploadiatie. Jij verricht goede uploadiatie, man. Ja, precies. Ja. Kromtong. Ik denk dat je gewoon, dat je dingen vertelt wat niet helemaal klopt. Ik denk dat je onverstaanbaar bent. Ja? Ja, dat denk ik. Zo van, iemand zegt, en dan zeg je, yo, wat ben je aan het kromtongen, man? Praat duidelijk. Maar jij denkt dus dat iemand poep in zijn mond heeft. Ja, gewoon dat hij poep praat. Hij praat poep, maar jouw tong is krom, omdat die drolletje zo in jouw mond klinkt wel iets als wat iemand zou kunnen zeggen. Boef zou dit kunnen zeggen in een chat. Doe je stoer, dan maak ik je tong krom. Want ik zie dat je te veel krom tong. Oké. Oh, lekker. Maar wat is het? Iemand die onduidelijk praat. Nee. Oh! Yeah! Oké, dit voelt als persoonlijke overwinning. Ik voel me ook Hollands nu. Ja? Ik totaal niet meer. Lachrand. Lachrand. Dit kun je heel goed, denk ik, Turks uitspreken. Lachrand. Ik ben trouwens niet Turks, maar op zijn Marokkaans zou dit zijn. Lachrand. Ik denk dat het iets betekent als dat je een beetje nalatig gedrag vertoont. Zo van, dat is wel heel flagrant. Dat is wel heel flagrant wat je daar deed. Ja, ik denk het ook. Ja, nee, maar jij moet ook zelf. Jij moet eigenlijk eerst antwoord geven, want dit is eigenlijk een quiz voor jou. Flagrant. Iets te duidelijk of zoiets. Vertelt iets duidelijk, maar te duidelijk. Wow, iets te flagrant. Het is iets te flagrant wat je vertelt. Dus je gaat te veel in op de details. Dus jij vertelt van, gisteren stapte ik in de poep en toen ik naar mijn zool keek, zat er nog allemaal stukjes in. Oh, je bent echt flagrant. Ja, snap je? Oké. Oh! Dit kan niet! Jij hebt gecheat! Hoe? Jij hebt dit opgezocht ofzo! Nee! Het is letterlijk wat jij zei, overduidelijk. Netjes hoor. Dankjewel. Iets te flagrant. Labberlottig. Ik weet het, denk ik. Ja. Je bent iets te labberlottig. Iets te laks. Iets te. Je doet niet helemaal goed mee. Je bent een beetje labberlottig. Ja, ik dacht dat ook. Ik dacht een beetje laks inderdaad. Zo van, een beetje... Oh! Voor de duidelijkheid. Kijk, ik ben nog natuurlijk van de straat en wij hebben best wel straatmaniertjes hoe wij dingen winnen. Wij zien alles ook als een competitie. En mijn neef die zit daar zo. Die liep alles snel te googlen. Maar ik heb niet alles afgekeken. Nee, dat is niet eerlijk, man. Ik was echt onder de indruk. Er zit daar gewoon iemand met antwoorden. Je hebt gewoon hier, geen. Je heeft iemand gewoon dit opgezocht. Labberlottig, lamlendig, slordig. Ik neem deze telefoon in beslag, man. Hier. Nee. Ik leg hem op de grond. Mohamedan. Mahomedan. Is dat niet gewoon een Marokkaanse naam? Ja, dat lijkt wel. Pak hem maar om me dan. Waar ga je naartoe? Oké, maar doe dan. Zonder je neef. Kom in mijn huis ofzo. Ja, want daar staat home. Kom in mijn home dan. Ik kom in mijn home dan. Ik zou het niet weten. Oké, iets met huis. Moslim. Hè? Pantoffelregiment. Pantoffelregiment. Oké, ik denk dat dit betekent de regels in je huis met betrekking tot het aan of uitdoen van schoenen. Dus wel of niet aan. Precies, zo van, hé, hoe is jouw pantoffelregiment? Bij mij moet je altijd je schoenen uitdoen. Maar ik vroeg ook toen ik binnenkwam, ja. Wat wil je, schoenen uit of aan? Ja, dus eigenlijk vroeg je gewoon, hé Kelvin, wat is jouw pantoffelregiment? Ik denk ook zoiets, man. Iets met regime, pantoffelregime, sharia, zoiets. Gezin waar de vrouw de baas is.
We gaan door naar het volgende. Spijkertjes 2. Dat klinkt als een weiland waar ze spijkertjes verbouwen. Maar spijkertjes is een soort van groente of zo dat de spijker voor mag uitzien. Wat zeg je allemaal? Bro, mijn fantasie gaat verder. Ja, het, alsof het woord niet afgemaakt is. Zo voelt het. Ik denk regen. Regen? Spijkers van... Huh? Hagel. Hagel, oké. Okay. Het verdriet dat je hebt als je een lekker fietsband hebt omdat je over spijkers heen bent gefietst. Waarom is hier weer een woord voor? Aardappeltjes wee. Als je verdrietig bent als je ooit bent aangevallen door aardappelen die toevallig naar je toe werden gegooid. Dus wee betekent eigenlijk verdriet. Ik had laat bijvoorbeeld een spijker in mijn band. En werd je verdrietig? Ja, omdat het een lekker band... Dan had je de spijkertjes wee. Storkelen. Stikken tijdens het snorkelen. Ik denk zwoegen. Zwoegen. Ja, echt storkelen. Van oké, ik ben al 10 uur hier mee. Struggelen. Ik ben echt aan het storkelen, man. Ik ben op struggelen, ja. Nee, maar jij ging voor een stikken tijdens het snorkelen. Stijf worden. Hé, hey, schatje, na het smoormuilen wil ik het even dat je mijn goede vriend gaat laten storkelen. Leuningbijter. Leuningbijter? Ik denk iemand die... Die graag met jou wilt zijn ofzo. Oh, jij zit naast hem in de bus, je weet toch? Die gast die altijd een beetje zo zit. Express, of je weet toch? Alle plaatsen in de bus zijn vrij, maar hij komt naast jou zitten. Waarom kom je naast mij zitten? Dat is een leuningbijter. Ja. Ik denk dat het iemand is die alles zuigt wat los en vast zit. Zuigt? Overal zeg maar alles eet bij, zuigt wat los en vast zit. Vuile leuningbijter. Niets nut. Oh, oké. Okay. Dus je doet eigenlijk niks. Jij zegt echt wat. Zij heeft alles gedaan, iedereen gedaan, alles wat los en vast zit heeft ze gedaan, maar eigenlijk doet ze niks. Oortje dood. Dat je niet goed luistert ofzo. Ja, dat denk ik ook. Frek? Wat is frek? Wat is de vertaling van een oud-Hollands woord is een woord wat we alsnog niet snappen. Een frek. Ook wel gierigaard. Krentenkakker. Oh, gewoon een gierigaard. Susanna Boef. Ik als vriendin van Boef. Het is een punchline van Boef. Ja, ik weet niet wat dat betekent. Een dief, maar dan een meisje. Denk je dat? Ik denk dat het een verkrachter is. Iemand die Susanna berooft van haar maagdelijkheid. Gewoon een vieze verkrachter. Oh, dat is een Susanna Boef. Een geile oude charmeur. Ja! Ik had het wel redelijk goed. Ja. Waar is Peter? Is Peter niet? Peter ergens. Van einde. Ik denk dat we klaar zijn. Oké, lieve mensen, dat was de video van vandaag. Ik vind dat je het echt heel slecht hebt gedaan. Zelfs de woorden waarvan ik dacht dat je het wist, was je gewoon aan het cheaten, man. Ja. Wil je nog je verontschuldiging aanbieden? Nee, dat zo naar iedereen die vals speelt en die gewoon 10 had tijdens toetsen, man. Ik wil je hartelijk bedanken dat je er was. Wil je nog iets zeggen? Ik hou van jullie. Mensen, bedankt voor het kijken. Geef een duimpje omhoog op deze video, want dan komt er morgen weer een nieuw fantastisch leuk filmpje. Abonneer ook op Views, sowieso. Doei! Doei!